pas je gedrag wel een klein beetje aan de persoon met wie je omgaat. Maar niet in de zin van dat je zegt van die Frank Ruiter die hier is, is een hele Frank Ruiter die daar staat. Dat kan dus ook niet. Stel je voor dat mijn bedrijf zo groot zou worden dat ik dus eigenlijk naast mijn ontwerpen toekom, maar alleen maar met mijn organisatie van mijn bureau bezig zou moeten houden. Ja, dan is het eigenlijk, dan heb ik een probleem. Want wat ik goed in ben, doe ik dus in principe niet meer. Leving is van ons allemaal. Dus we hebben met z'n allen hebben verantwoordelijkheid voor het zorgvuldig en netjes en goed inrichten van de gebouwde omgeving. Alles wat hier het bureau uitkomt, moet een positieve, waardevolle toevoeging zijn aan de gebouwde omgeving. Nou, ik kan gewoon niet over mijn hart verkrijgen dat ik een bijdrage lever aan het verknallen van het landschap. Elk huis dat ik bouw is in feite al een aantasting van het landschap, want ik ga iets toevoegen. Ik neem weer een stukje groen, neem ik weer weg. Dus zeg maar, dat kan alleen maar als ik dus dat dus wel op een hele gewetensvolle manier doe. Dat ik er wel achter sta bij wat ik doe. Het is een kwestie van nemen en geven, ja. Wat je neemt van, dat vind ik wel belangrijk, wat je dus neemt van iets moet je ook weer op een andere manier, in een andere hoedanigheid teruggeven. Oplossing. Ik stap alvast een stukje verder. Ik doe alvast ietsjes meer of ik benader het van een heel andere kant. Als ik van ik denk in oplossingen. Niet in bedreigingen, maar in oplossingen. Ga die kant op en die kant op en die kant op. Ik zie altijd ergens een gaatje. En kom niet zo, dan kom ik wel via een omweg. Gewoon durf gewoon dingen te doen. Het is gewoon het heeft wel te maken met een soort van geloof in jezelf. Het is, je moet gewoon niet bang zijn. Ook niet bang zijn om fouten te maken. En dat heb ik ook wel iets. Heel mijn leven al gehad, ik ben gewoon niet bang om fouten te maken. Nou ja, ik heb misschien dat je het veel merkt, maar ik heb een lichte last van een zenuwtrek. En dan denk ik, als kind had ik dan nog veel ergere maten. Ja, dan moest ik me er ook doorheen slaan. Nee, misschien Beethoven. Omdat Beethoven ook zijn prachtige symfonie geschreven heeft. Met 1001 doorhalingen opnieuw, krassen, weer opnieuw beginnen, weet je, twijfelen aan zichzelf. Dat vind ik wel, en dan toch tot iets fantastisch komen. Wij vinden dat gewoon geweldig, weet je wel. Terwijl Mozart, iemand was, die schreef in één keer het op. Die had het helemaal in zijn hoofd, schreef in één keer zo op. Dat zijn de twee uitersten eigenlijk. En iedereen streeft naar een soort Mozart in te zijn. Maar je mag van geluk even, als je Beethoven kan nadoen. En dan je output toch zo is als van Beethoven. Dan doe je het nog niet zo slecht. Dus.